Een zeer goede morgen. Het is vandaag maandag 31 augustus 2020. En vakantie is voorbij, echt voorbij, voor iedereen in Nederland. En wij gaan ook van start vanochtend. We beginnen de week goed met een wake-up workout. En van de week kreeg ik van iemand de vraag... Ik heb op Scheveningen de lunches gedaan. Weet jullie dat nog? De lunches, dat zijn deze oefening. Nou, die had wat last van haar hiel. En ze vroeg of er een alternatief daarvoor is. Ja, er is een alternatief. En daar gaan we vandaag mee beginnen. Met de lunches train je je bilspieren en je bovenbenen. En een alternatief daarvoor... Voor iedereen die wat last heeft van hun... even kijken of je goed in beeld bent. Ja. Iedereen die wat last heeft van hun knieën of iets aan hun been mankeert. Die kunnen dan op de stoel de leg extension doen. En dat gaat als volgt. Je gaat op een stoel zitten. Je doet een elastiek om je voet. Om te voorkomen dat hij naar boven rolt. Hè, zoals hij nu doet. Dan zet je een lus aan je voet met het elastiek. Deze elastiek is bijna kapot. Dus ik hoop dat hij nog volhoudt. Anders heb ik wel een reserve. En we gaan de leg extension doen. Goede training voor je bovenbenen. En zometeen gaan we het combineren met een andere oefening wat goed is voor je bilspieren. En hoe doe je dat? Hou jezelf stevig vast op je stoel. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je kan meer doen afhankelijk van de weerstand van de elastiek. Zorg ervoor dat je een beetje de verzuring voelt. En dan ga je naar de volgende been. En dan weer een lusje aan je voet zetten, zodat hij niet oprolt. En dan extension. 1, 2, goed strekken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mooi. En zo gaan we weer naar de andere kant. Doe je 3 herhalingen. Herhaal je deze oefening 3 keer. Goede lus maken om je voet. Ja. En dan gaan we weer. En 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. We doen nog 5 nu. 17, 18, 19 en 20. Nou, ik voel het goed. En dat is een teken dat het een heel effectieve oefening is voor je bovenbenen. Lusje weer. En 1, 2, 3. Even zo zitten. Kunnen jullie ook zien. Goed zien hoe ik het doe. En 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Kom en dan gaan we voor de derde. Zo kan je thuis...
bijna alle oefeningen die je normaal op de sportschool doet, kan je net zo goed ook thuis doen. Net zo effectief. Dus wil je nog niet naar de sportschool gaan, dan is dit ook een mogelijkheid. En het is 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Laatste. Lusje. Er zit een scheurtje in de elastiek. Ik hoop dat hij nog volhoudt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En nu beginnen de 5 moeilijkste. 17, 18, 19 en 20. Mooi. Hebben we dat gehad? Dan gaan we over naar de bilspieren. Want de lunges, ik denk dat deze niet langer volhoudt. We pakken een andere elastiek. Even kijken. Dan pakken we de blauwe. Ja. Oké. Achter je hiel. En dan gaan we de bilspieren en de hamstrings verder trainen. 1, 2, 3, 4. Stoel stevig vasthouden, anders trek je hem mee. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. En dan andere been. En 1, 2, 3, 4. Laat je been niet terugveren. Gecontroleerd terug met je been, zodat je je spieren zo goed mogelijk en optimaal traint. En zo gaan we 20 doen. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Deze kan je ook zo doen. Gewoon om je enkels. En voor je balans gebruik je dan je stoel. En dan 1. Even wachten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en dat is 20. En dan weer de andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hou je benen zo recht mogelijk. Er moet geen knik zijn in je knie. Gewoon zo recht mogelijk. Zodat je de bilspieren optimaal traint. En ook een beetje van je hamstrings gelijk erbij kan pakken. Dat was de tweede. Dan gaan we voor de derde. En 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Doen we nog 5. 3, 2, 1. Laatste. Als je het goed doet, dan voel je het echt aan de grote bilspieren. Kom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en dat was 20. Oké. Nou, deze oefeningen vervangen de lunges waarbij je de bilspieren en de bovenbenen traint. Wij gaan nu over naar de buikspieren. Dus we gaan op de grond en dan gaan we de buikspieren zo optimaal mogelijk trainen. Neem je elastiek mee. Ga maar op je rug liggen. Ik ga even kijken. Camera wat lager brengen. Eventjes. Ja. Goed. Oké. We gaan nu de buikspieren trainen. En dan gaan we als volgt doen. Ga je op je rug. Kijk. Normaal trainen we ook zo de buikspieren. En dan pakken we de zijkanten. En ook een beetje van de onderbuikspieren. En de rechterbuikspieren, zowel onder als boven. Maar we gaan het iets moeilijker maken. En zo train je de buikspieren ook iets effectiever. Dus, elastiekje om je voet. Breng de spanning erop. Handen achter je hoofd. En dan komt hij. En dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Mooi zo. Dan, de kunst daarvan is dat als je je benen aan het strekken bent, dan train je ook nog je buikspieren op een andere manier. Dan spreek je de spieren op een andere manier weer aan. En daarom is elastiekje hier zo effectief. Kijk, volgende. Hou je benen strek, gestrekt. Elastiekje nog steeds om je enkels. En we gaan als volgt. Dan ga je 4 keer omhoog. Door steeds de spanning op je elastiek te zetten. Door je benen te wijd te zetten. Dus staat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hoezo? Zo hebben we volgens mij 5 gedaan. En dan gaan we over weer. Dus goed om je voet zetten. Die elastiek. Handen achter je hoofd. Diep inademen, uitademen. Zodat de verzuring uit je buikspieren weg kan trekken. En dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed doorademen. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Goedendag. Ah, goed zo. Diep inademen, uitademen. En dan gaan we weer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dat is 1. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3. Dat is 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wow. Dat kan je goed voelen. Oké, we gaan voor de derde. Diep inademen, uitademen. Even kijken. Ja, handen achter je hoofd. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah. Woe. Dan voel je de verzuring goed in je buikspieren. Handen weer onder je billen. Ter ondersteuning van je onderrug. En dan gaan we een laatste beetje energie eruit persen. En 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Dat is 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Dat is 2. En dan weer. En dat is 3. Ah, hou vol. En dat is 4. Ah. En dit is dan 5. Woe. Goed zo. Oké. Dan pakken we nog even de schouderspieren. En ga je dan op je knieën. Even een handdoekje pakken. Oké. Dan gaan we door. Laatste oefening. Laatste oefening. Op je knieën. Ja. Pak je gewicht. En we gaan de schouders trainen. En dan gaat dat volgt. 1, 2, 3, 4. Zowel recht naar voren als opzij. En dan gaan we 15 doen. Zorg dat je echt goed opzij met je handen gaat en niet naar achteren. Dus dit is niet goed. Moet echt goed opzij. Zodat je de schouderspieren optimaal traint. Je traint ook een beetje van je rugspieren. En voor stabiliteit ook een beetje van je buikspieren. En dan gaan we weer. En dit is 1. En 2. Dit is 3. En 4. Dit is 5. En 6. En 7. Dit is 8. 9. En 10. Goed zo. Als de tempo een beetje hoog is, doe het in je eigen tempo. Maar probeer wel zoveel mogelijk te doen. Voor degenen die het niet live volgen. Degenen die het niet live volgen. Maar de later op de dag. Of een andere dag. Deze oefening kunnen doen. Gaan doen. Die kunnen het ja, pauzeren of zo. Hè. Want ik hoor soms van mensen van ja, het tempo is een beetje hoog. Maar ja, ik moet in 20 minuten zoveel mogelijk oefeningen proberen te doen. Dus we houden de tempo een beetje hoog. Nou, genoeg gepraat en dan gaan we weer. Dat is 1. En 2. Dit is 3. En 4. 5. En 6. Dit is 7. 8. 9. En dit is dan 10. Oké. Speciaal voor mensen die lang achter het bureau moeten zitten. Deze oefeningen zijn goed om te zorgen dat je de schouderspieren of achter je rug daar een beetje
beweging krijgen en zo een beetje loskomen. Het beste is, als je achter je bureau aan het werken bent, dat je regelmatig goed ontspan. En dat betekent diep inademen, uitademen en zorg dat je relaxed zit en je schouderspieren niet laten verkrampen. Oké, dan gaan we voor de derde en laatste. 10 keer weer. En dit is dan 1 en 2. Dit is 3 en 4. Dit is 5 en 6. Dit is 7 en 8. Dit is 9. En dit wordt dan 10. En dan pakken we de andere kant weer. En dat is 1 en 2. Dit is 3 en 4. Dit is 5 en 6, 7, 8, 9 en 10. Ah, goed zo. Nou, dat was het voor vandaag. Weer een lekkere wake-up workout. Ik hoop dat jullie weer goed bezig zijn geweest. En dat je ook energie voelt na zo'n training. Nou, je week kan goed beginnen met zo'n training. De scholen zijn weer begonnen. Zo, het is een lange tijd geleden dat ik het zo druk heb gezien hier. Nou, voor jullie ook, voor iedereen die vandaag weer een normaal dag gaan draaien na vele maanden, wens ik heel veel succes. Werk je nog thuis? Zorg voor beweging voordat je begint. Zo'n wake-up workout gaat zeker helpen. Hey, een fijne dag voor degenen die straks naar de Zumba komen. Tot straks of vanavond. En anders tot morgen weer met een wake-up workout. Ik ga mijn best doen, want morgen ziet mijn schema er weer anders dan anders uit. Want dan begin ik om 9:15 met een Zumba-les in Zoetermeer. En dan moet ik kijken hoe ik het ga regelen om een wake-up workout te geven voor de Zumba in Zoetermeer. Zal wel goed komen. Ja, anders tot woensdag. Hey, een fijne dag. Doeg!